Goedemiddag. De voormalige paus Benedictus XVI is overleden. Hij werd 95. We beleven de warmste 31 december sinds het begin van de metingen. En in Nieuw-Zeeland hebben ze een uur geleden al het nieuwe jaar ingezet. De vorige paus is overleden, Benedictus XVI, op 95-jarige leeftijd. Hij werd in 1927 in Duitsland geboren als Jozef Ratzinger. Bijna 10 jaar geleden stapte hij zelf op als paus toen hij vond dat hij door zijn hoge leeftijd zijn taak als kerkleider niet meer aankon. Paus Benedictus volgde de meest conservatieve lijn van de katholieke kerkelijke leer, onder meer wat betreft homoseksualiteit, voorbehoedsmiddelen en vrouwen in de kerk. Jozef Ratzinger werd paus in het voorjaar van 2005, na een kort conclaaf. Hij volgde Johannes Paulus II op, waarvan hij jarenlang de rechterhand was. En hij koos zelf voor de pausnaam Benedictus XVI. Ratzinger werd geboren in Markl am Inn in Beieren, Zuid-Duitsland, in dit huis in 1927. Hij werd op zijn 24e tot priester gewijd, maar werd vooral professor theologie aan verschillende Duitse universiteiten. Eind jaren 70 werd hij aartsbisschop van München en kardinaal. En enkele jaren later verhuisde hij al naar Rome en reeg daar de topfuncties aan in. Als Benedictus XVI bleef hij wie hij was. Een theoloog, een intellectueel, een veelschrijver. Geen bevlogen persoonlijkheid. In questo momento devo assumere questo compito inaudito che realmente supera ogni capacità umana. Zijn eerste buitenlandse reis was naar zijn thuisland. In Keulen was hij bij de Wereldjongerendagen. En honderdduizenden gelovigen juichten hem toe. Later reisde hij nog naar onder meer Polen, Brazilië, de VS, Mexico, Cuba en Spanje. Waar hij in Barcelona de Sagrada Familia inzegende als basiliek. Maar als paus was hij toch eerder conservatief. Op het vlak van liturgie en kledij greep hij terug naar vroeger. Maar vooral zijn maatschappelijke opvattingen waren behoudsgezind en leidden tot kritiek bij progressieve gelovigen. Benedictus bleef stroef op het vlak van homoseksualiteit, abortus, voorbehoedsmiddelen, het huwelijk of de positie van vrouwen in de kerk. En waar Benedictus vooral mee worstelde, waren de schandalen van kindermisbruik door geestelijken. Hij leek geen antwoord te hebben op alles, maar bood zijn verontschuldigingen aan. Chiediamo insistentemente perdono a Dio e alle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile affinché un tale abuso non possa succedere mai più. En mogelijk dwong het hem allemaal tot dit in 2013. Hij kondigde, verrassend, aan dat hij een stap opzij zou zetten. Renunciare ita da die 28 februari bismillismo 13 ora 28 sedes Rome sedes Sancti Petri vaat. Naar eigen zeggen kon Ratzinger het pauschap geestelijk en fysiek niet meer aan. Kort na zijn aankondiging vertrok hij in de pauselijke helikopter naar Castel Gandolfo, van waar hij ook voor het laatst sprak als paus. Semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Van toen af aan was hij paus emeritus, zeg maar paus op pensioen. Hij keerde definitief terug naar het Vaticaan, waar hij tijdens de laatste jaren in een klooster verbleef. En hij kwam amper nog in het openbaar. Paus emeritus Benedictus XVI overleed in het Vaticaan, waar hij de voorbije jaren een teruggetrokken leven leidde. Vanaf maandag wordt zijn lichaam opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Donderdag wordt hij begraven. Op het Sint-Pietersplein is het op dit moment, na het nieuws van het overlijden, wat drukker dan gewoonlijk. En een van de aanwezigen daar is Vaticaankenner Tom Zwanepoel. Hij legt uit wat voor de katholieke kerk het belang is geweest van paus Benedictus. Paus Benedictus XVI was vooral een paustheoloog. Een paus die boeken schreef over belangrijke aspecten van de kerkelijke leer. Zijn Jezusbiografie was een bestseller.
Verder reikte hij meermaals de hand naar verschillende wereldgodsdiensten en streefde hij naar een zuivere kerk. Dit verklaart waarom hij zoveel belang hechtte aan de liturgie en aan de symboliek. Hij droeg rode schoenen als symbool van het martelaarschap, iets wat voor Vlamingen vrij merkwaardig was. Uw gevoel zit juist. Het is nooit zo warm geweest op de laatste dag van het jaar als vandaag. Toch niet sinds het begin van de metingen. In Ukkel steeg de temperatuur rond de middag al boven de 16 graden. Hier en daar is het zelfs nog wat warmer. En daarmee wordt het vorige warmterecord gebroken, dat van vorig jaar. Toen was het 14 graden op 31 december. Handschoenen en mutsen hebben we niet nodig vandaag. Het is eerder terrasjesfeer. Dat is de eerste keer dat we dat meemaken. Ik toch. En het is toch koud buiten. Dus ik doe regelmatig terrassen. Maar ik zou nooit denken dat je op 31 december 2022 buiten kan zitten met een temperatuur van 16 graden. Dat is voor mij een totale verrassing. Ik heb liever zo. Mag zo blijven? Ja, ja, voor mij wel. Ga daar rap gewoon worden. Ik heb het inderdaad ook liever in de winter liever koud, sneeuw en droog. Mooi. En dan die blauwe lucht. En dat hebben we hier dus vandaag niet. Ja, Frank, ieder zijn eigen mening daarover. Sommigen hebben het graag koud, anderen warm. Maar in elk geval, twee weken geleden was het effectief ijzig koud hier. En nu dit. Is het normaal? Laat ons zeggen, die eerste 14 dagen, dat was inderdaad een winterprik, maar niet meer dan dat. Absoluut geen koude records die we toen hebben gebroken. Maar op dit ogenblik, dit is toch wel iets anders. We zaten vanochtend in Ukkel al aan 16,3 graden. We zijn op dit ogenblik nog altijd aan het flirten met die 16 graden. En bijvoorbeeld in Diepenbeek en in Sint-Katelijne-Waver meer dan 17 graden. Dat zijn temperaturen die we normaal gesproken gemiddeld meemaken begin van de maand mei. Dus echt normaal zou ik het toch niet noemen. Nee. En vorig jaar, Frank, was het ook al zo warm op de laatste dag van het jaar. Een warme winter, is dat de klimaatopwarming die we voelen? Dus één dag maakt de lente natuurlijk niet. Het is een beetje toeval dat vorig jaar ook net die 31ste dat een temperatuurdagrecord was. Maar als we iets op langere termijn kijken, dan stellen we vast dat we nu veel meer dagrecords hebben van hoogste temperatuur ooit die sneuvelen. In de 21ste eeuw is dat volop het geval. En dit record, we hebben nu al 16,3 graden in Ukkel. We hebben nog nooit in de maand januari zo'n hoge temperatuur gehad. En voor december moeten we terug gaan. Wel, er is één dag geweest, de 16e december 1989, hadden we 16,7. Mogelijk gaat ook dat record aan diggelen. Dus daar zie je toch wel duidelijk de hand van de klimaatverandering in. En ik vrees dat we de volgende jaren nog dikwijls hetzelfde zullen moeten herhalen. Ja, laten we even zover nog niet kijken, Frank, maar wel naar de komende dagen. Wat mogen we verwachten? Voor vannacht krijgen we een zeer zachte overgang van oud naar nieuw, met nog altijd vrij veel wind. Het is trouwens die wind die ervoor zorgt dat die hoge temperaturen tot bij ons raken. Rechtstreekse import van lucht vanuit Noord-Afrika. Dus vannacht zijn dat minima van 12 à 13 graden, met later op de nacht opnieuw wat regen. En morgen in de loop van de dag verwachten we een nieuwe lading regen vanuit het zuidwesten, bij nog altijd maxima rond 13 graden. Ook maandag nog vrij veel regen bij 10 graden. En dan moeten we hopen dat er niet te veel regen valt, want het zou wel eens kunnen dat hier of daar, ja, dat we toch te maken krijgen met wat wateroverlast. Dinsdag is er eventjes dan een droog intermezzo en vanaf woensdag opnieuw regen, wind en zachte temperaturen, Annelies. Dankjewel, Frank. Ja, het is niet alleen zacht, u hoorde het. Het waait ook erg hard. En daardoor is op verschillende plaatsen het eindejaarsvuurwerk afgelast. Dat is onder meer het geval in Hasselt en in Oostende. In Antwerpen gaat het vuurwerk op de Schelde normaal gezien wel door. In Brugge valt de beslissing om 8 uur vanavond, in Brussel pas om 10 uur vanavond. En in Gent wachten ze nog langer af. Daar beslissen ze pas om 11:45 vannacht of het veilig genoeg kan, dat vuurwerk. En vanwege de wind hebben ze op het strand van Scheveningen, vlakbij Den Haag in Nederland, hun traditioneel vreugdevuur gisteren al ontstoken in plaats van vandaag. Felle wind tijdens zo'n groot vuur zou gevaarlijk zijn voor de toeschouwers en de omwonenden.
Dat weten ze sinds 2018. Toen blies de wind een vonkenregen over de huizen met een miljoen euro schade tot gevolg. Moet gezegd, de houtstapels waren toen ook wel veel hoger dan toegelaten. Aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland, is het al 2023. Een goed uur geleden hebben ze daar het nieuwe jaar feestelijk ingezet. Dit zijn beelden uit Auckland, waar vuurwerk werd afgestoken en er een grote lichtshow werd gehouden. Een jaarlijkse traditie die vorig jaar nog werd afgeblazen vanwege corona. In Australië maken ze zich op om over een uurtje de overgang te maken. Burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, legt 27 jongeren huisarrest op tijdens de komende oudejaarsnacht. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Volgens De Wever vormen ze een bedreiging voor de openbare orde. Het zijn jongeren die bekend zijn bij politie en gerecht omdat ze al meermaals vernielingen hebben aangericht en brand hebben gesticht tijdens vorige oudejaarsnachten en recenter ook bij de rellen na enkele WK-wedstrijden. Vanaf 5 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg moeten ze binnenblijven. En wie buiten betrapt wordt, riskeert een boete van €350. Vreselijk druk is het vandaag in de warenhuizen en bij andere winkels waar ze voeding verkopen. Want er komt een feestmaal op tafel straks. Twee zaken vallen onze reporter op. Mensen kopen dit jaar prijsbewuster dan anders. En ze kiezen meer en meer voor kant-en-klare gerechten. Niet iedereen kan of wil bestellen bij een dure traiteur. Maar we willen wel graag kant-en-klare gerechten met weinig werk. Ook in warenhuizen zoals Aldi gaan ze in op die tendens. Omdat we toch met een aantal personen zijn, maak ik het me toch een beetje gemakkelijk om samen met de familie aan tafel te kunnen zitten vanavond. Hè. Convenience is zeg maar alles wat kant-en-klaar is. Hè. Denk daarbij aan de fondueschotels, maar eventueel ook de kant-en-klare aperitiefhapjes. Ja, die zijn gemakkelijk in de oven te steken. Dan kan je nog uitgebreid tijd besteden met vrienden en familie. En wie doet dat niet graag, uiteraard? Kant en klaar, ja, maar het mag niet te veel kosten. De prijzen zijn al zo gestegen. De klant beseft het maar al te goed. We zien wel een duidelijke shift naar meer budgetvriendelijke keuzes over verschillende productcategorieën heen. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in meer aandacht voor schuimwijnen in plaats van de iets duurdere champagnes. Maar ook binnen de wijnen zelf, wijnen rosé, wit of rood, onder de €10 zijn beduidend populairder dan vorig jaar. Iets maar, geen champagne. Ja. Dat is niet nodig, gewone kava. Alles in promotie lokt ook meer kopers dan vorig jaar. En uiteraard de huismerken. Al zijn die zeker bij Aldi flink veel procenten duurder geworden. Procentuele stijging zegt natuurlijk nog altijd niets over de absolute prijs die je op het einde betaalt. Maar ook onze leveranciers hebben te maken met stijgende prijzen voor grondstoffen, energie, transport, lonen. Dus daar zijn wij ook niet blind voor. Ik wil zeggen, vroeger als je hier in de winkel binnenkwam, kwam voor €50, had een winkel al vol, maar als je nu zoiets koopt, moet je rekenen dat het dubbel hebt. Ja, de prijzen van voedingsproducten zijn dit jaar enorm gestegen. En het einde is nog niet in zicht. Dat zegt FEVIA, de Federatie van Voedingsproducenten. Hoeveel duurder voeding volgend jaar nog zal worden, is moeilijk vast te leggen. Maar dat er een stijging komt, is zeker. Onze Belgische voedingsbedrijven, heel sterk, maar die zetten in op kwaliteit, op divers aanbod, op steeds meer lokale, duurzaam geproduceerde producten. Maar we kunnen er helaas niet rondheen dat de voorbije 2 jaar dat kostplaatje daarvoor dat gestegen is. En langs de ene kant zien we dat die kosten zijn eigenlijk nog niet volledig doorgerekend via de supermarkten. Dus je hebt daar een duurder prijskaartje, maar eigenlijk nog niet voldoende. En anderzijds zien we ook vanaf januari dat die prijs nog zal stijgen voor onze bedrijven. Er is een loonindexering van 11% die er staat aan te komen. En voor een kwart van onze bedrijven, die gaan over van een vast contract, energiecontract, naar een variabel contract. Dat wordt ook weer duurder. Dus in die context is het bijna onvermijdelijk dat de prijzen in de winkel ook zullen stijgen. Na de coronapandemie moest 2022 het jaar worden van de economische heropleving in ons land. Toch zijn er volgens de financiële dienstverlener Graydon dit jaar heel wat minder nieuwe bedrijven bijgekomen tegenover vorig jaar. Er zijn ook meer stopzettingen geweest en ook het aantal faillissementen is lichtjes gestegen. Graydon verwacht dat er voor 2023 nog meer faillissementen zullen zijn.
Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat heel wat bedrijven betaaluitstel hebben gekregen van fiscus en recit. Betaaluitstel die nu maar afloopt. Dus nu pas zie je eigenlijk het effect ontstaan uit de coronatijd. En voor alle duidelijkheid, dat heeft nog niks te maken met de energiecrisis waar de bedrijven nu mee geconfronteerd worden. En sommige bedrijven zijn al geconfronteerd met die loonstijgingen. De meeste worden pas geconfronteerd ermee in januari. Dus dat zit er nog aan te komen. Straks gaan we feesten in een jeugdhuis in Harelbeke. Daar houden ze elk jaar op 30 december al een oudjaarsfeestje. Eerst richten we ons vizier op China, een land dat volop in een zware coronacrisis zit. De overheid spreekt nu van 5000 nieuwe besmettingen elke dag, maar dat zijn er in werkelijkheid veel meer. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt dat de Chinese overheid correcte informatie meedeelt over aantal besmettingen, sterfgevallen en vaccinaties en ook over mogelijke varianten. In Hallstatt in Opper-Oostenrijk maken ze zich zorgen. Het schilderachtige dorp is om de een of andere reden bijzonder populair bij Chinese toeristen. Nu China de coronateugels weer laat vieren, vreest de burgemeester voor nieuwe infecties. Hij wil dat er Europese maatregelen komen, want individuele landen kunnen het niet alleen. Onze gasten komen van Bratislava van Flughafen, die komen van Praag van Flughafen, also van rondherum. Daar is Europese lösung gefordert en daar moeten we ons schon, glaube ich, unterstützen. So ein kleiner Ort wie Hallstatt kann man da nicht in den Stich lassen. Op de luchthaven Fiumicino in Rome testen ze al de reizigers. Onder meer de Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk, India en het Verenigd Koninkrijk doen hetzelfde. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar begrip voor. Maar je mag de situatie van vandaag niet vergelijken met die van 3 jaar geleden, zegt hij. We hebben vaccins, er zijn hygiënische maatregelen die werken. Dus in dat opzicht, we staan er veel beter voor. Maar de COVID-19-pandemie is inderdaad nog niet gedaan. Dat is een beetje het gevaar. De mensen denken misschien, het is gedaan. Dus ja. We moeten waakzaam blijven. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt bij de Chinezen wel aan op meer openheid. De cijfers moeten de rest van de wereld dan helpen om de risico's in te schatten en, mocht dat nodig zijn, nieuwe maatregelen te nemen. In Brazilië komt vandaag een einde aan de regeerperiode van president Jair Bolsonaro. Maar gisteren al heeft Bolsonaro zijn land verlaten. Hij is naar de Amerikaanse staat Florida gevlogen en zal niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van zijn opvolger Lula da Silva morgen op Nieuwjaarsdag. Voor zijn vertrek nam Bolsonaro nog afscheid met een emotionele boodschap op sociale media. Jamais esperava chegar aqui. Bolsonaro leek nerveus, emotioneel en schijnbaar improviseerde hij. Sim, cheguei aqui. Teve propósito. No mínimo, atrasar 4 anos do nosso Brasil aí, mergulhar nessa ideologia nefasta que é a da esquerda, que não deu certo em lugar nenhum no mundo. En Bolsonaro klonk ook rancuneus met een sneer naar zijn linkse opvolger Lula da Silva, die morgen de eed aflegt. In de hoofdstad Brasilia wordt alles daarvoor in gereedheid gebracht. De laatste aanhangers van Bolsonaro zitten daar nog steeds te treuren. Zij kunnen er nog altijd niet bij dat hun president is weggestemd. En Bolsonaro zelf begrijpt het ook niet. Quantas vezes eu pergunto onde errei, o que podia ter feito melhor? Eu tenho a convicção, deu melhor de mim. Om de presidentiële sjerp niet aan zijn opvolger te moeten overhandigen, heeft Bolsonaro Brazilië al verlaten. Zijn vliegtuig landde gisteravond in Orlando, in Florida. Misschien wou de president ook vermijden dat het gerecht hem zou lastigvallen eenmaal hij zijn presidentiële immuniteit kwijt is, want er zijn meerdere onderzoeken tegen hem geopend. De verwachtingen voor Lula zijn hoog gespannen, vooral bij de lagere inkomensgroepen. De voorbije jaren was de armoede in Brazilië opnieuw sterk toegenomen. De vraag is of de nieuwe president die trend zal kunnen keren. De Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo heeft dan toch een nieuwe club gevonden. Hij heeft een contract tot 2025 getekend bij Al Nassr uit Saoedi-Arabië. De 37-jarige Ronaldo zat sinds november zonder ploeg, nadat zijn contract bij Manchester United beëindigd werd. In Saoedi-Arabië zou Ronaldo zo'n 200 miljoen euro per jaar verdienen.
Met deze foto op sociale media maakte Al-Nassr het nieuws gisteravond bekend. Eindelijk, want de club uit Saoedi-Arabië aast al een tijd op de Portugese ster. Vorige maand kwam het tot een breuk tussen Cristiano Ronaldo en Manchester United, nadat de Portugees een interview gaf waarin hij kritisch was over zijn Engelse club. Nog voor het WK in Qatar stond Al-Nassr klaar met een contractvoorstel. Maar de vijfvoudige gouden bal wilde zich eerst op het WK focussen. Nu hebben ze hem toch kunnen overhalen met naar verluid een loon van 200 miljoen euro per jaar. Een record is dat. De fans van Al-Nassr zijn alleszins blij met zijn komst. Wallah, Cristiano, غني عن التعريف. أسطورة عالمية. وإن شاء الله بإذن الله إنه يفيد النصر ويفيد الدوري السعودي. وأكيد لاعب قيمة رونالدو إذا لعب في الملاعب السعودية إن أنظار العالم كلها بتكون على الدوري السعودي وعلى نادي النصر. Na 10 speeldagen staat Al-Nassr tweede in de Saoedische eerste klasse. Na Sporting Lissabon, Real Madrid, Juventus en twee keer Man United wordt het voor Ronaldo zijn vijfde club. Ook in Saoedi-Arabië is de Dakar Rally begonnen, de 45e editie. Dit jaar zijn er 603 deelnemers aan de legendarische race door de woestijn. Daar zijn 10 Belgen bij. Zij moeten de komende twee weken meer dan 8500 kilometer afleggen met een motor, auto, vrachtwagen of quad. Naast de gewone Dakar Rally is er ook de Classic Dakar. Daar gaat het niet om de snelste tijd, maar wel om degene die het meest gelijkmatig rijdt. In die race staan 187 deelnemers aan de start, onder wie 12 Belgen. Tot daar het sportnieuws. Nuttig om weten voor wie nog een taxi wil boeken om straks na het feesten veilig thuis te geraken. Dat wordt niet eenvoudig. Oudjaar is een van de drukste momenten voor taxichauffeurs en er zijn er steeds minder. Het gevolg van corona. Helaas, dat is allemaal volgeboekt. We zijn volledig uitverkocht. Bij VCAP in Zonhoven rijden er dit jaar maar een handvol taxis uit. Er zijn iets minder boekingen dan andere jaren en er zijn ook minder taxichauffeurs. Vooral te danken aan de corona, waar wij toch redelijk wat personeel hebben zien weggaan en die dan verdwenen zijn in andere sectoren. En na de corona dat personeel niet meer kunnen aanvullen, maakt dat we nu met een tekort zitten aan chauffeurs. Daarom heeft zaakvoerder Mark zijn chauffeurs de keuze gegeven. Wie wil rijden op oudjaar rijdt, de rest mag thuis blijven. Zo hoopt hij dat het voor iedereen haalbaar blijft, want nieuwe mensen aantrekken is niet makkelijk. Dat betekent dat een chauffeur die komt solliciteren, die zal eerst een medische schifting moeten halen op zijn rijbewijs. Daarna zal hij een bestuurderspas moeten aanvragen. Dat houdt in dat de man een bewijs van goed gedrag en zeden moet voorleggen. Dat hij een attest van de Nederlandse taal moet voorleggen. Die procedure neemt al gauw 2 tot 3 maanden in beslag en schrikt sommige kandidaten af. Willy is een van de vaste taxichauffeurs. Hij heeft al heel wat drukke nieuwjaarsnachten meegemaakt. Maar vanavond is hij thuis. De nachten van uur of 5 begint dat. En dan is het volle bak tot 's morgens. Ja, en rijd jij vannacht ook? Ik niet. Ik heb dit jaar samen met Mark hebben we beslist van, ik moest maar mijn gas terugnemen. Omdat mijn lichaam het niet meer aankon. Wie vanavond gaat vieren en nog geen taxi heeft geregeld, kiest dus best een bob. De meesten onder ons zullen dat pas komende nacht doen, aftellen naar het nieuwe jaar 2023. Maar in een jeugdhuis in Harelbeke konden ze niet wachten. Daar hebben ze gisteravond al oudjaar gevierd, met alles erop en eraan. We gaan echt gewoon losgaan. Ja. En dan morgen opnieuw? Morgen opnieuw. Morgen ergens anders opnieuw. Hier is het gedaan dan. Maar vandaag gaan we het beste ervan maken. En dat doen ze hier in het jeugdhuis dus al jaren op 30 december. Ze noemen het zelf een generale repetitie van het feest op oudjaar. Waarom niet vieren op 30 december? Het is een ideale gelegenheid.
om al een keer op voorhand te vieren. En dan is 2 dagen feest natuurlijk. Ja. Even oefenen dan? Even oefenen en morgen voor echt. Maar vanavond dus ook al. Allee, ook al de moeite elk jaar. Dus, ja. Dat ook maar 1 keer 30 december is in een jaar. En we willen een keer iets anders doen. Niemand anders doet dat. Ja. Maar elke dag is ook maar 1 keer in een jaar, hè? Ja, dus elke dag vieren, hè. Ja. Bij een nieuwjaarsfeest hoort champagne natuurlijk en confetti. Veel, maar liefst 40 kilogram. En daarmee wordt zelfs niet gewacht tot het middernacht is. 12:02 na de confetti waarschijnlijk naar huis. Om toch morgen nog fris te zijn. Hè. Anders vrees je dat het niet goed komt. Nee, want ik kan er ook niet meer goed tegen. Dus, En nu we toch in de sfeer zijn van nieuwjaar, dit wensen deze jongeren nu al voor 2023. Oh, ik wens vooral met de oorlog nu en met alles dat zo duur is, dat dat zeker wel wat lager gaat en dat alles wel beter wordt. En dat iedereen ja, gelukkig en veel vrienden mag hebben. En veel feestjes. Ja, veel feestjes vooral. Een vriendin, lief. Dat hoop ik. Meer niet. Al de rest is goed. Het echte feest is voor straks, dat spreekt. We begonnen het journaal met een overlijden van de vorige paus, Benedictus XVI. Hij was 95. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vanavond. In questo momento devo assumere questo compito inaudito che realmente supera ogni capacità umana. Paus Benedictus XVI was vooral een paustheoloog. Een paus die boeken schreef over belangrijke aspecten van de kerkelijke leer. Semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra.